Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zepie, Ocarina of Time. Ik ben er weer. In de vorige aflevering hebben we 2 pieces of hearts extra gehaald. Heb ik een uitlegje gedaan over, dit is dezelfde opname 6, dus we winnen niet jullie antwoord, blablabla. En we hebben ook nog eens een keer de Fire Temple al een behoorlijk stuk gehaald. Nou hebben we Faroe's Wind gebruikt om zo snel mogelijk terug te kunnen komen in deze kamer. De reden waarom dat we terug willen komen in deze kamer is omdat we hier een deur hebben als we dus zeg maar achterstevoren deze kamer ingaan. En dat we dus weer de firewall hebben waardoor dat we dus zeg maar weer op moeten schieten en door deze deur heen kunnen gaan. Dit is heel erg noodzakelijk. Dit is de enigste dungeon eigenlijk waar ik Faroe's Wind eigenlijk een beetje voor gebruik. Nou ja, bijna de enigste plek waar ik Faroe's Wind voor gebruik. Nou, dan komen we nou bij een van mijn minst favoriete kamers, de Firewall-kamer. Wat we moeten doen is, we moeten hier naar beneden springen. Ik geloof dat, we moeten hier gewoon naar beneden springen. En dit noem ik de Firewall-kamer, omdat we hebben hier heel erg veel pilaren zitten. Ik dacht dat ik daar net op tijd op expo stond, maar het blijkt niet. En we moeten naar die deur hier, geloof ik. Nee, dit is een nepdeur. Dit is eigenlijk een nepdeur, let op. Zie? Ze proberen hier te tricken. Nou, je moet hier dus zeg maar een beetje door dit doolhof heen gaan lopen. Kijk wel uit, want de firewalls activeren. Alleen maar als je dus zeg maar... Pas erop. Ja, die stenen kunnen er wel doorheen, hè. Die activeren alleen maar als je dus zeg maar bij hun in de bek. Oké, hij raakte mij. Ik raakte hem. Moet hij weten. Oké, dan kan ik hier doorheen. Ja, dat is ook een firewall. Hun activeren ook alleen maar als je bij hun te dicht in de buurt komt. En dan moeten we... Ja, dat was bijna raak. Dan moeten we hier doorheen en dan komen we door die deur heen. Oké. Ik ben tevreden. Oké. Nou, dan hebben we hier dus zeg maar een Goron. Die kunnen we helaas nog niet bevrijden. Sorry, makker. Ik zou je dolgraag willen bevrijden. Maar kan nog niet. Dus even geduld. De redding is onderweg. En dan komen we hier bij een tweede gebied. Waar dat we dus zeg maar firewall hebben. Die vervelende flame keys. Geef me een hartje. Wil ik niet, hè? Oké, dit is een timer, geloof ik. Ja, dit is een timer. Oké, even wachten hier tussenin. Want dan moeten we hier best wel snel zijn. Hier werkt helaas het trucje dus niet. Op het moment dat we die switch ingaan, gaat Firewall naar beneden. En hebben we een korte tijd om daar dus zeg maar overheen te gaan. Deze dungeon maze is eigenlijk heel erg makkelijk. Je loopt hier tussendoor en dan is het vanaf dat punt alleen maar rechtdoor. Heel erg makkelijk, geen moeite ermee. Mooi. Nou, hier krijgen we dus zeg maar extra bommetjes. Jee, bommetje. Jee, hartje. Ik dacht eigenlijk dat hier ook een like-like zat, maar blijkbaar vergis ik me eigenlijk. Hier zit ook weer een bommetje en een hartje, geloof ik. Yep. En dat indiqueert dat wij dus zeg maar de eerste, tot eigenlijk dus zeg maar de miniboss gaan hebben. Zoals we kunnen zien, dit is ook weer een nepdeur. Dat kun je eigenlijk heel erg goed zien. Omdat het er eigenlijk een deur is die erop geplakt is. En die moeten we gewoon bombarderen. Nou, weten jullie nog dat we de special crop nodig hadden voor vijanden die dus dansen als een gek? Hier hebben we die vijand. Oké, nou hoe dat we dit aan willen pakken. Pak gelijk een bom. Leg hem bij hem neer. En op het moment dat hij explodeert, kunnen we hem raken met een zwaard. Nou, dit kunnen we zo snel mogelijk doen. Elke keer wordt hij namelijk heel eventjes gestunt op het moment. Mocht je dat missen, loop in de tegenovergestelde richting als dat hij loopt. Sla met je zwaard. Probeer voor hem te lopen, want dan wil hij weer omdraaien. Waardoor dat hij dus zeg maar, makkelijker een paar keer te raken is. Dit moeten we een paar keer doen. We kunnen de Big Goron soort hier wel voor gebruiken. Maar elke keer als we dit doen, als hij van kleur verandert, zal hij dus zeg maar, dat gaan doen. Dan hebben we dansende vlammetjes, daar wil ik bij uit de buurt blijven. Dus wat ik ga doen is, ik loop gewoon richting hem hier. Sla hem een keer, wacht tot hij weer om wil draaien. Sla hem en repeat. Oké, 4 hits, nieuwe kleur. Maar ik ben niet eigenlijk van plan om de Big Goron Sword. Ik bedoel, de Big Goron Sword maakt het spel voor mijn mening een beetje te makkelijk. Oké, weg. Ah, ik heb hem gemist. Oh, nee, hij gaat dashen. Dammit. Dan moet ik wachten tot ze een dansweg begint. Oké, schild werkt niet goed omdat de blokker, net zoals bij de Donkey Kong waar ik gewend was. Hij is dansen. Ah, kom op! Zo kan het natuurlijk ook. Jij wil die kant op. Dan wil jij deze kant op. Oh, bij de laatste hit. Kijk uit.
Want hij doet self-destruct. Op zich niet zo'n moeilijke baas. Op zich best wel makkelijk te doen. Oké. Nou, hebben we dat ook weer gedaan. En dan willen we hier op dit plateau, want er is geen andere deur waar we naartoe kunnen gaan. En dan komen we naar boven. Wat leuk. Jee, boven. Nou, hebben we weer hier zo'n switch. Oh, ik was heel eventjes... Ik dacht namelijk dat hier ook een golden scotula zit. Gelukkig niet het geval. Nou ja, gelukkig. Eigenlijk best wel jammer. Deze zitten we op de 50. Maar, maakt niet zo fluit. Goed, nou. Ik wil eventjes hier de pomp laten... Oh, dat is de... Heb ik hem wel op de grond? Nee, ik heb hem niet op de grond. Ja, met... Hier een bommetje plaatsen. Zelfde truc, want anders ben je weer te langzaam. En daar heb ik geen zin in. Go. Waarom drop ik hem nou niet goed? Kom op, ik sta toch duidelijk op de rand. Dichter op de rand kan ik niet staan. Waarom wil dit mij nou niet lukken? Zo dan. Oké, draai om. Ik heb dit probleem nooit gehad. Ik heb dit probleem nog nooit gehad. Beste kijkers. Weet je wat? Anders gewoon plaats hem. Zo! Typisch als ik aan het opnemen ben dat het dus weer van alles fout gaat, hè? Ik bedoel, dat is altijd als ik aan het opnemen... Als ik zo'n voor de lol speel of gewoon iemand met iemand anders samen aan het spelen ben... Dan doen we level voor level of zo. Nooit. Nooit heb ik problemen. Zet ik de opnameknop aan, alles gaat fout. Ik serieus, ik weet niet wat het is. Mensen noemen het de Let's Play vloek. Maar het is altijd als ik ga opnemen... Nou, in ieder geval, hier komen we bij de tweede cirkelkamer. En deze is, in tegenstelling tot de andere kamer die we net hebben gehad, heel erg belangrijk. Wat we hier moeten doen is, we moeten deze switch indrukken en ik heb een foutje gemaakt. Dit is weer zo'n typische kamer waar we eigenlijk Frostwind willen gebruiken. De reden is, we moeten op de binnenste cirkel gaan lopen. Om dus zeg maar op tijd bij het kistje te gaan komen. Als je naar beneden valt, val je in het begin van de dungeon weer. Zeker een reden om dus van Frostwind te gebruiken. Dus ik wacht heel even tot die timer voorbij is. En dan zie ik jullie in een seconde. Laat dan editen maar zitten. Want ik word aangevallen door een kies. En de timer is al voorbij. Oké, nou. Here we go. We hebben van Frostwind. Laten we hopen dat ik dit in één keer goed doe. We hebben geen tijd om dus zeg maar langzaam te gaan lopen. We moeten dit snel doen. Oh boy. En de camera angle kan hier dus heel vervelend zijn, omdat we geen tijd hebben om de camera recht te zetten. Maar gelukkig doe ik het in één keer goed. Even speciale dramatic tension. En we hebben de Goron Special Crop, ook wel bekend als de Megaton Hammer. En natuurlijk gaat het weer uitleggen hoe dat we het moeten gebruiken. Blijkbaar weten we het vandaag de dag nog steeds niet. Nou, we hebben dus nou de Megaton Hammer, wat zeker heel erg handig is om die te kunnen gebruiken. En nou, wil ik jullie eigenlijk vertellen, normaal gesproken de eerste keer dat ik dit speelde, ging ik gewoon deze cirkel in en dacht ik bij mijn eigen, weet je wat, screw jullie allemaal. Ik ga gewoon richting het begin van de dungeon. Nou, is het dus zeg maar een speciale route die we eigenlijk moeten volgen, willen we dus zeg maar de route volgen van deze dungeon. Auw! En dat is dus zeg maar door terug te lopen naar de deur. En dan zien wij hier een plateautje staan. Deze plateau hier... Zo, voice crack. Deze plateau hier willen we raken met de Megaton Hammer. Die brengt ons bij een zeer speciale kamer. En ik geloof dat hier dus uit wordt gelekt dat je deze totempalen... Dus zeg maar, nou wordt niet echt uitgelekt. Maar ja, die kunnen we dus zeg maar aan de kant slaan met deze... met de hamer. Normaal gesproken skip ik dit. Vraag me niet waarom. Ik bedoel, ik ben toen gewoon teruggelopen naar die ene kamer toe... waar we dus zeg maar Goron opgesloten zagen. En, oh, deze moeten we trouwens eentje heel laten. En voor de rest dacht ik bij me eigen van, weet je wat, kijk. Nou, hier ook eventjes met de hamer opslaan. De hamer wordt hier nou ontiegelijk veel van. Ja, je hebt hem nu, gebruik hem nu dus ook. Dus ja. Oké, nou, deze eventjes oppakken. Want hier, ik geloof dat we hem hieronder nodig hadden. Want hier hebben we dus zeg maar een switch. En dit is de enigste switch in deze dungeon, als ik me niet vergis. Waarom dat ze hem erin hebben gegooid, weet ik niet. Zoiets van, oh ja, we willen deze puzzel ook nog een keertje erin gooien. En dan leg je dus zeg maar dat doosje op en we kunnen hier gewoon de deur door. En dan komen we terug, als ik me niet vergis,
In de kamer waar ik anders normaal gesproken naartoe loop, alleen nu met een speciaal pilaartje. Yay! Nou, dit is zeg maar de kamer boven de kamer waar dat we de Runia hebben gehaald. Dus als we hier dus zeg maar even de hamer gebruiken, valt het naar beneden toe en kunnen we dus zeg maar hebben we een pad naar de bosdeur. Hier hebben we een verroeste switch, kunnen we nu openmaken met de hamer. De reden waarom dat we hier nog heel eventjes naar deze deur toe willen is omdat zeg maar we hebben daar dus zeg maar een Stone of Time. Dus daar hebben we weer het muziekje voor nodig. Ik kon niet laten, ik moest het eventjes apart doen. Maar dat is dus zeg maar de manier waarop dat we die Goron vrij kunnen maken. Of ja, kunnen bevrijden. En dus zeg maar bij weer een sleutel terecht kunnen komen. Deze sleutel is noodzakelijk. Elke sleutel is eigenlijk noodzakelijk in deze dungeon. Even kijken, want de camera angle is een beetje raar. Oké, kan ik die sprong gewoon maken? Ja, ik kan die sprong gewoon maken. Nou, zoals ik al zei, we konden die Goron niet... Ja, this switch looks rusted! Ja, hamer erop. Dit is de reden waarom dat we die Goron dus nog niet konden bevrijden. Omdat we dus zeg maar nog niet de hamer hadden op dat punt. Nou ja, luister eens kerel, gubbend vrij. You're raising me, am I free to go? I'll tell you a secret for saving me, thank you for saving me. A door is hidden inside the statue of the entrance to this temple. You just use a hammer there and you can go everywhere. Da 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 dim ba da ba da bo, don't you have anything stronger? You need a hammer, you need to know, I'm going leave to, I'm going go. Da 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 da. Oké, sorry voor die air rape. Reden waarom dat we hier kwamen? Sleutel. Ta-da-da-da. Oké, dus nu moeten we weer helemaal terug naar het begin van de dungeon. Snelste manier om dat te doen. Weten jullie nog die pilaar die we net hebben geraakt? Gebruik die. Waarom niet? Ik bedoel, het is makkelijk. Het is simpel. It's easy way. Easy money. Als je de sprong tenminste fatsoenlijk kan maken. Ik bedoel, ik faal weer een sprong. Ik faal weer een sprong, zoals altijd. Dus, bij de vuurtempel. Heel erg simpel. Laat ze gewoon naar beneden vallen. Als ik mezelf niet vergis, en ik vergis me soms nog wel eens, krijgen we er nog niet eens falling damage van. Kun je nagaan hoe diep dat deze val wel niet is. Geen falling damage. Ik had gelijk. Yay. Okidoki. Nou, kunnen we dus zeg maar terugkomen weer. Komen we weer in de centrale kamer. En... nou geloof ik... hebben we deze kamer hier ook al gedaan? Ja, toch? Volgens mij heb ik deze kamer al gedaan. Nee, deze kamer hebben we nog niet gedaan. En hier kunnen we nog niks doen, want we moeten weer de andere kant. Andere kant, zeg je? Hoe is dat nou mogelijk? Simpel. Aan de andere kant van deze kamer hebben we namelijk een soort van totempaal. Nou, die totempaal die zagen we in het begin al. Maar nu hebben we dus zeg maar de hamer en kunnen we die deur heel erg makkelijk... Kunnen we die deur heel erg... Nee, Zubat! Nou, weet je wat? Vlieg maar weg. Ik voel me vandaag vriendelijk. Ik laat je leven. Speciaal voor vandaag. Nou, dan zie je dus zeg maar achter dat het echt een hele geprotecte deur is. Niet alleen staat die totempaal ervoor, maar ook nog eens een keer heb je daar een sleutel voor nodig. Ze waren heel erg vriendelijk. Oh, trouwens, die slakken. Heel erg makkelijk. Gebruik één keer de hamer en ze draaien zich op en ze vallen om. Spinaanval voor de win. Krijg hartjes. Juist. Mooi. Ik bedoel, ik heb geen zin om veetjes te gebruiken. Dus elke keer als ik de kans krijg om hartjes te vinden, ben ik eigenlijk best wel een blij konijn. Al moet ik zeggen dat ik niet zoveel schade neem. Oké, nou eventjes. Jij bent ook kapot, Ski. Nou, jij ook nog kapot, Ski. Helemaal goed. Goed. Als we alle vijanden hebben verslagen, dan gaat hier de deur open en komen we... Ja, je raadt het al. Bij een Golden Scultula, een I Don't Like 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 en weer van die spinnende plateautjes. Dat was eigenlijk niet de kamer. Ik vergat deze kamer helemaal. Maar ja, Golden Scultula is altijd handig. Doink. Doink. Oké. Hallo, like, like. I don't like... Oh! Nee! Schild. Terug. Het probleem is dus, als ze je te pakken krijgen, dan pakken ze je schild. Gelukkig had mijn tunic niet aan, want anders zou ik dus zeg maar ook mijn red tunic kwijtraken. Maar heb je ze verslagen, dan krijg je automatisch je schild terug. Mocht je nou deze kamer verlaten, ben je je schild voor altijd kwijt, dan moet je weer een nieuwe kopen. Nou... vergeet niet natuurlijk ook weer je schild eventjes te equippen als dat gebeurt. Oké, nou Golden Scultula. Da-da-da-da-da. Heel erg mooi. We gaan eigenlijk best wel snel door deze dungeon heen. Hè. Vergeet niet, dan zijn we toch al bijna dik half uur met deze dungeon bezig. En hier hebben we nog zo'n dance. I feel like dancing, dancing. Gaan we erop.
Met de hamer is dit inderdaad een stuk makkelijker. Oh, jij gaat die kant op. Oké, ik ga mee. Aha. Blech. Blech. Oké, terug je vuur in. Zoals je ziet, hij heeft 3 stages. En ik vind het altijd makkelijker eigenlijk. De hamer zorgt ervoor dat het een stuk makkelijker is, omdat je hoeft niet te wachten op een explosie. Dus heeft hij niet de kans, zeg maar, om de Dancing Flames te doen. Oh, ga je nou weer deze kant op? Daar ben ik het niet eens. Ja, welke kant gaan we op, hè? Ik vind het zo leuk, hij kan geen kant op. Nou, het is wel een indrukwekkende mini-boss. Ik vind hem zelf heel erg leuk gemaakt. Het enige nadeel is, je komt hem alleen maar hier tegen. Is het tijd? Oké. Ik heb geen zin in dansende vlammetjes. Ah. Stom vuur in het midden, stomme camera angle. Het leuke is, deze strategieën werken dus eigenlijk precies hetzelfde in de 3DS versie. Oké, nou gaat hij zelf maar pegen. Oh boy. Oké, die deur is open, want we hebben geen kompas. Ik heb echt geen flauw idee waar dat kompas hier zit. Geen zin om te zoeken. En dit kistje, als ik me niet vergis, bommen. Jap. Dus eigenlijk alleen maar een soort van mini-boss om dus zeg maar bij de deur te komen waar dat we terecht moeten komen. Nou ja, ik vind het prima. Rusty switch, nergens voor nodig, want we hebben de hamer al. En dan komen we hier. Ik praat nog niet eens met de Goron, ik wil eerst eigenlijk de sleutel hebben. Screw it. You got the boss key, now you can get inside the chamber where the boss lurks. Helemaal blij, wat heb jij nog te zeggen? Are you releasing me? Am I free to go? Zegt iedereen hetzelfde. Oh, I see. Big Brother Daruni asked you to rescue me. I owe you big time. Please help Big Brother. En op het laatste Goron wordt dus gevraagd of je dus hem zeg maar wil helpen. Dat willen we zeker gaan doen. Maar zoals altijd. Ja, we zitten nu 17 minuten in deze aflevering. Gisteren was hij ook al een stuk langer als normaal gesproken. Dus wat ik ga doen is, ik ga jullie vervelen met de cliffhanger. In de volgende aflevering gaan we naar de kamer waar de Big Boss, waar de Big Boss lurks, maar sowieso waar Darunia is. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Sorry voor de cliffhanger, maar ik vind het leuk om dat eigenlijk een beetje morgen dan zeg maar te beginnen met een blast. Dus ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Dan gaan we naar de baas van de vuurtempel. Bedankt voor het kijken en ik hoop jullie dan te zien. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En tot morgen. Doei!